Zonnetje begint te scheiden. Ricky, wat is je vraag? Hebben wij het probleem van de plastic soep ook in Nederland? Moet je me wel vertellen wat plastic soep is? Wij gooien heel veel plastic gooien wij op straat. Dat komt door de rivieren, het water en de wind. Komt dat allemaal in de zee terecht. Oké. En dat is plastic soep? Ja. Niet iets wat je eet dus? Nee. Check. Ik denk dat we voor het antwoord het water op moeten. Heb jij een beetje waterbenen? Ja hoor, denk het wel. Oké, dan, die kant op naar het schip. Dit zijn dus de plekken waar de zeestromingen de meeste plastic bij elkaar brengen. Maar zit het dan alleen maar in de oceanen? Ja. Hoe zit het bijvoorbeeld met onze Nederlandse zee? Nou, we hebben het zeker ook het plastic in de Nederlandse zee. 80% van al het plastic wat we in de oceanen uiteindelijk vinden, komt van land. Dus het begint eigenlijk in Nederland. Dus de Nederlandse wateren hebben nog veel meer plastic deeltjes dan het oceaanwater. Omdat daar veel meer water in zit. Dus het is veel meer vermengd. Chip, chip, ahoy. Op zoek naar plastic. Zie jij plastic? Ik niet. Ik ook niet. Roos, hoe zit dat? Ja, zo ziet het er vaak uit vanaf het schip. Hartstikke mooi, lekker om in te zwemmen. Ja. Maar ja, we vinden toch eigenlijk op al onze tochten vinden we plastic schijnbedriegt, helaas. Maar is dat dan schadelijk voor de vissen en dieren die daar leven? Je ziet dat er vogels en vissen en schildpadden en walvissen doodgaan, omdat er dus meer plastic in hun lichaam zit dan eten. En ik denk dat het uiteindelijk, dat voor ons, die ophoping, dat niet veel goeds kan doen. Als je ziet wat het al doet met de dieren in de zee. Er is onderzoek dat als jij heel erg van mosselen houdt, vaak mosselen eet, dat je dan per jaar 11.000 stukjes plastic binnenkrijgt. En wat blijft er over? En 60% daarvan blijft zitten. Of kunnen ze niet meer terugvinden. Oh mijn god. We willen weten hoeveel plastic er in de Nederlandse wateren zit. En daarom gaan we het zeven. Wordt vervolgd. Dit is Gerben. Gerben is wetenschapper bij de Technische Universiteit in Delft en maakt bioplastic. Dat is plastic dat uiteindelijk vanzelf afgebroken wordt. Zo wordt de plasticsoep niet nog groter. Dat bioplastic maakt Gerben van bacteriën. En die haal je gewoon uit de sloot. Mooie vangst. Ja, hoppa, slootwater. Ik heb wat slootwater meegenomen met zo'n 1 miljard verschillende bacteriën. Gaan we dat drinken? Of, Nee, er zit ergens tussen die 1 miljard verschillende bacteriën 1 hele dikke bacterie. We denken dat die hele dikke bacterie dit water heel erg lekker vindt. Ah. En dit is eigenlijk afvalwater wat van een hele grote Nederlandse industrie afkomt. Ja. En dat water, dat... Oh, stinkt. Stinkt nogal een beetje. Ja, oh, ik kom laat binnen. Oh, ik ga bijna over mijn nek, joh. Maar er zijn dus bacteriën die dat echt heel lekker vinden. Ja. Nou, dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Nee, dat is helemaal waar. Dat hele vieze spul vindt hij zo lekker dat hij het eigenlijk zo snel opeet, zo snel blijft opeten, dat hij niet vermenigvuldigt, maar dat hij eerst heel erg dik wordt. En die dikke bacteriën, die hebben een soort van vetlaagje. En dat vetlaagje, dat is weer voor ons als mens heel erg interessant. Want dat vet is een bioplastic. Maar er zijn dus 2 goede dingen. En afvalwater wordt schoon. En daarnaast maak je dus bioplastic. Ja. Yep. En dat gaan wij nu doen. Dat gaan we nu doen. Laten we het doen. Jij mag kiezen. Wil je het vieze spul of het slootwater erin gooien? Ik wist wel aardig van jou. Ik doe wel het vieze water. Ah, jij bent lief. Oh, het is echt zo smerig. Oh ja. Is het daar helemaal vol? Giet maar door. Doe even normaal. Oh. Dat is goed zo, denk ik. Ja? Ik denk dat er wel genoeg bacteriën in zitten. De reactor is mooi dicht. Dus de enigen die nu aan dit spul kunnen eten, zijn die hele dikke bacteriën hier. Ja. Dan moeten we dus ongeveer 1 maand wachten. Dat duurt een beetje lang voor deze aflevering. Dus we hebben daar een reactor draaien die wel 1 maand bezig is. Welke? Deze. Ah. Deze jongen. Deze is die pruttelt. Dus als je nu kijkt in de reactor, dan zie je een aantal van die vlokjes. Zie je dat? En dat zijn eigenlijk die hele dikke bacteriën die aan elkaar geplakt zijn. En van die vlokjes maak je dan het plastic? Inderdaad, die vlokjes zijn dus bacteriën met plastic. En dat kunnen we onder de microscoop ontzettend goed zien. Oké, heb je hem? Ja. Boom. Licht uit. Dan kunnen we naar die dikke bacteriën van je kijken. Dit hele blobje, dat is één bacterie. En wat denk je dat die witte dingen zijn? Vet. Inderdaad. Maar wij willen het vet hebben dus? Absoluut. Want het vet is het bioplastic? Het vet is het bioplastic. Dus wat we doen, dan centrifugeren we het. Dat betekent dat al die bacteriën heel erg dicht op elkaar komen geprelet worden. Dan halen we water eruit. En daarna koken we eigenlijk die bacteriën kapot. Ja, dan gaan die bacteriën weg. En dan laat je vervolgens het product drogen en dan hou je dit over. Dit is bioplastic. Oh, wow, het lijkt havermout. Wat vind jij? Dat vind ik ook wel. Het bijzondere van dit plastic, het is gemaakt door bacteriën, is dat als je dit in de zee gooit, dat het binnen 3 maanden ongeveer weer opgegeten is door bacteriën. Wow. Dus compleet vergeten. Dat is echt te gek. Oké, heb je? Er is dus een vervanger van plastic. Maar ondertussen drijft er nog een heleboel echt plastic in het water. En dat waren we aan het vangen. Zie je dat? Wat een brei we hebben gevangen. Nou, wat ik nu meestal doe, is dus met een pincet en een lamp. En dan kan ik uren zitten. Nee joh. Zeker wel. Je gaat gewoon met je pincet, schuif je het allemaal een beetje aan de kant. Wauw, dat is echt minuscuul, hè? Nou. Goed zo, je hebt het raad gevonden. Als jij 2 deeltjes aan het oppervlakte vindt, dan betekent dat vaak dat je er 2000 in de bodem vindt. Aha. 0 tot 10. Welk cijfer geef je de water in Nederland? En dan is 10 schoon of is 10 vies? 10 is vies. Ik zou zeggen 8. Oh. Krijgen we het nog schoon wat er nu ligt? Ik denk niet dat het plastic wat er nu in de oceaan ligt, dat dat allemaal opgeruimd kan worden. Ik hoop dat het eindigt met een vrolijke noot, maar dat is nou, ik denk dat het vooral zaak is dat wij zorgen dat het niet meer wordt. Ja. Dat dat het allerbelangrijkste is. Oké. Heb je antwoord op je vraag? Zeker. Ja? Ga je nu een duik nemen of niet? Jij mag wel gaan doen, maar ik ga het niet doen.